Welkom terug bij BNN en vanavond gaat het over RTL 5. Nou, een van de klappers van RTL 5 is programma DenkTank. En misschien herken je het decor. Nou, het kijkcijferkanon Cas van Iersel presenteert het vanavond niet zelf, maar ik zei de gek en Cas is dan vanavond even kandidaat. Cas, waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag. En heb je nog hobby's? Ja, ik mag heel graag kijken naar televisiequizjes. Ja, wat is je werk? Wat doe je voor werk? Ik stel vraagjes in dit decor toevallig ook, ja precies. Dat is het? Dat is het eigenlijk wel. Dus jij bent het kijkcijferkanon van RTL 5? Nou, als je het zo wilt noemen, we gaan heel goed. Ja. Heb je nog ambities? Want je hebt wel iets van Mark Kleinessing natuurlijk, die zou je zo... Vind je dat? Ja, qua gedaante zou je zo... Doe zo? Ja, lengte en haarkleur, maar ja. Ik bedoel meer met die koffertjes zo opkomen. Oh ja, met die bodyguards erachter. Ja, zie je die wel? Petjes. Dat heb je best wel. Nou, ik weet niet, ik vind het wel knap wat hij doet. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nou, we gaan het spelen. Het spel, je weet natuurlijk hoe het werkt, hoef het niet uit te leggen. Dus even kijken. 12 antwoorden krijg je. Zijn er 6 goed, 6 fout. En de eerste categorie is, welke 6 programma's zitten bij RTL 5? Nou, laat maar komen. Oké. Ja, ga je gang. Oh god, ik moet het ook in. Ja, je moet het ook doen. Denk. 0611 weekend, de bruiloft, de explosie, de houten koets, de deurwaarder, het café niet, Barend en van het dorp. Kom op. En Wolken. Wat heb ik er nou? Ik heb er 5. Oh god, Wolken uit de politie aan. Oh ja, dat gaat niet goed, moet uit. Nee, is het niet goed? Je moet even kijken. Welke moet er nou uit? Ja, ik bedoel, het is jouw spel. Het dierenverdriet. Ja! Heel goed. Volgende is, noem de 6 quizzen op de Nederlandse tv. Oh, goed. Nou, je zei net dat je een quizzenman was. Ja. Dus dat moet goed komen. Oké. Rad van Fortuin, per seconde wijzer. Boggel, sorry, ik sloop de boel bijna, jongens, sorry hoor. Daar heb ik best van gehoord. 2 voor 12. Lingo en, hoeveel heb ik nou, Bart? Wat zijn ze? Zeil! Makkie! Ja, die was heel makkelijk. Makkie. TV, wie heeft dit bedacht, joh? Voor welke zenders zou je willen werken? Oh. Oké, laat ze maar zien. Laat ze maar komen. De 6 groeien. Waar jij voor zou kunnen werken. Nou, daar hebben we al gezeten. Dat las ik in de krant. Daar heb ik ook eens gezeten. Zo, gaat lekker. Gust. Ik maak er een mooi rijtje van. Is dat goed? Nee, je had iets anders in gedachten. Ja. Welke kant zit je dan? Dus SBS is wel een optie. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind Duco niet. Hierbij doen. SBS? En een andere. Hey. Bart, wat moet ik doen? Ja! Ik ga naar de water! Ik vind jou goed. Oh. Ik ga me hard maken bij John. Ja? Echt, ik ga echt voor je praten. Ik ga mijn best doen. Ja. Maar jij moet op tv. Ah. Jij moet op tv. Gelukkig. Kars, bedankt. Ja, dankjewel. Succes vanavond. Merci. Niet echt spectaculair, die van Iersel. Nee, voor spektakel moet je bij andere programma's van RTL 5 zijn. Namelijk Reality TV. Daar gaan ze met de camera achter de politie, brandweer, ambulances en bruiloft aan. Het is gewoon zielig. En binnenkort zien we een deurwaarder van RTL 5 wat beenmerg en wat nieren bij iemand weghalen die zijn huur niet heeft kunnen betalen. Kijk, dat is pas spektakel. Heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Daarom ben ik ook een weekendje op pad geweest met 0611 Weekend om te kijken hoe ver ze durven te gaan. Nou, en we zitten er gelijk middenin. Het is meteen actie, dus een ongeluk met letsel heb ik begrepen.
Heb je bezwaar of heb je Ja, dit is dus wel de ultieme vorm van reality TV natuurlijk. En al die mensen daar, ja, dat zijn de typische RTL 5 kijkers. Dat is nou het publiek. Kijk je wel eens naar RTL 5? Ook. En waar kijk je dan naar? Ja, naar alles, het nieuws, van alles, alle programma's. Maar RTL 5 staat er bekend om reality TV. Ja? Ongelukken, 06.11 weekend, ook. De kroeg, de bruiloft. Ja, 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 zeker. Ik kijk ook allemaal naar. Ja, wat vind je daarvan, dat soort programma's? Ja, dat vind ik wel leuk om te zien. Serieus, ja, ik vraag gewoon serieus vragen. Ja? Kijken jullie ook zo naar reality TV? Jawel. RTL 5? Ja, soms. Hoe kost het waar? Hoe staat nou al midden op de rijbaan? Kijk jij wel eens naar RTL 5? Nee? Maar gaan jullie overal op af? Nee, we gaan niet overal op af. Zelfmoord sowieso niet. Dus mensen die dreigen van een flat af te springen, daar doen we niet aan. Nee. Inbraak heeft vaak ook geen zin. Ongelukken schade. Moet het een leuke situatie zijn, maar ongelukken, letselbeknellingen, branden wel. Waarom denk je dat reality TV het nou zo goed doet? Omdat in de praktijk, als je bij een ongeluk staat, en nou, je hebt het zelf gezien, er staan een hele hoop mensen te kijken. En dan is er niet eens veel aan de hand, maar... Mensen vinden het denk ik spannend om naar te kijken. En dus vinden ze het ook spannend om dat op tv te zien, denk ik. Ja. Oh, we gaan! We hebben gewoon wel eens een keertje dat we gewoon politie eruit rijden. Dat gebeurt gewoon wel eens. En ja. Maar dat is de kick. Ja, dat is, tuurlijk is dat de kick eraan, ja. Absoluut. Maar dat vinden ze dan niet leuk. Maar als je kan laten zien dat je het dan goed doet en dat je het wel veilig doet, dan hebben ze niet zoveel moeite mee, denk ik. Weet iemand wat er is? Wat is er nou? Ja, ik weet het niet. Ik heb de melding heb ik niet gehoord. Ja, er staan wel twee politieauto's, maar het is eigenlijk loos alarm, dus. We kijken maar weer, wachten op de volgende melding. We gaan weer wachten. We wachten wat af. Nu is het hoe laat? Veel te laat. Het is 3:05. We zijn al vanaf een uur of 9 zijn we bezig. Ja. En tot hoe laat gaan we nou nog door? Nou, ja, het ligt een beetje aan. We hebben dit weekend, je bent er zelf bij geweest, dus we hebben niet zoveel. Hè? En ik heb begrepen dat er in Amsterdam, Rotterdam en in Den Haag ook niet zo heel veel is. Dus er zit best de kans in dat we gewoon nog een paar uurtjes door moeten rijden.